Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video over Farming Simulator 17. Ik ben OUV en vandaag gaan we verder met ons groot veld waar wij eigenlijk de vorige keer hebben gebleven. Dat was eigenlijk donderdagavond dat ik die video upload heb s'avonds. Dus verder was ik toen weg naar Engeland en nu ben ik weer terug. We zijn nu al 3 dagen later, maar ik ga nog iets zeggen mensen. Vandaag is mijn verjaardag. Ik ben vandaag 20 jaar. Hopelijk dat je ook eens op YouTube kan en mij feliciteren. Er zijn al 2 YouTubers vanuit Nederland mee gefeliciteerd. Ook andere mensen zoals mijn familie, kennis en vrienden van mij die me al gefeliciteerd voor mijn verjaardag. Maar de 2 YouTubers zijn Michael van Gamer te Voel en Chris Visionator NL. Dat zijn 2 mensen die mij gefeliciteerd hebben als verjaardag. Ik ken ze niet persoonlijk, maar ik heb er al mee gebabbeld enzovoort. En ja, ze zijn ook e-sports vrienden van mij. Maar ik heb de vorige keer het veld nummer 26 gezaaid. Met, ik weet niet precies niet welke veld dat we precies gezaaid hebben. Nummer 26. Koolzaad. Ja, koolzaad is het. Dus ik ga nu de tijd wat sneller zetten. Dat kan zaaien. Maar ik ga eventjes de vracht van de tractors eigenlijk naar de farm brengen. Ik heb die even nodig. Waarop heb ik ze nodig waarschijnlijk? Wel straks wel als het veld helemaal klaar is met vloeien. En dan ga ik nog met een van die waarschijnlijk met de New Holland. Het veld wiet machine of zo gebruik om het veld ja, het is nog beter dan fertilizen, snap je, zo het veld bemesten. Heb ik hier ergens een spuitmachine waarschijnlijk wel, die staat daar. Weer mooi. Ik ga het wel afdringen, anders maakt hij wel veel lawaai. Ik ga wel de tractor en zijn machine schoonmaken. Is de gewichtje van de tractor die had eerst thuisen. Hier is het meest belangrijkste momenteel. Iets momenteel is het niet belangrijk, maar is toch ook wel op dat hij wel proper staat. Hier staat hier al heel veel de UCB. Nu is die weer proper. Als je kijkt. Dan heb je nog een zaaimachine en dan is die ook helemaal klaar. Oké, mooi, dat is ook weer gedaan. Moet er weer aanleggen en nu ga ik op zijn plaats zetten. Die hebben voorlopig niet nodig vandaag. Je gaat gewoon naast de oprapper inzetten. Ja, mooi. Die heeft voorlopig niet nodig waarschijnlijk. Nope. Die gaat wel op de pakje zetten. Je gaat naar die Holland vertrekken. Oké, okay, ik ga nu even de tijd wat eruit zetten. Ik ga even die gewicht hier plaatsen. Ja, die wiet. Dus voor de species wat erop staat. Wietmachine, voilà, dat al. Die is nu 12 meter breed, als je het zo ziet, als je ze kijkt bij de shop zelf. We zijn dan tegen het onkruid, die is ook zo goed als
Hierin is hij ook zo goed als veel te veel verschillende. Dit. Als je het wel het verschil ziet, ja, ziet wel het verschil. De Titan bij je. Je ziet dat hij aan het bemesten is, dat is mooi. Dus is alles bezig met groeien, daar ook al. Dat is ook allemaal bemest. Het klein stukje is nog niet echt bemest hier. 12 een klein beetje, maar ook niet echt helemaal. Ook allemaal bemest. 10 is ook bemest, 6 is ook bemest. Er zijn er wel een groot stuk om het veld ja, te laten bemesten. En zeker voor het onkruid. Dan krijg je ook wat, dat is dan meer goedkoper. Dan een fertilizer en al. Dus deze ga ik laten aan de gang brengen. Maar ik had dat om een keer een missie te doen. Voor vandaag. Een keer gewoon dat we wat geld binnenkrijgen. Misschien veld 24 misschien kunnen doen. Walter in series SBD 600 en de F2WS 4000. 1000 euro niet veel hè. Oké, dus die is mooi. Die gaat wel pakken. Wel mooi achteruit zitten, anders dat ik een keer een heel groot stuk mee heb om te sproeien tegen onkruid. Het wobbelen of wiebelen van de machine is wel de max. Nu is hij tamelijk laag, dat is goed. Het gaat ook best snel vooruit, als je het zo merkt. We moeten wat geld binnenkrijgen door wat kleine missies te doen. Ja. Ik weet zelf niet hoeveel geld dat die wel waard zijn. Ik ga dat natuurlijk zo meteen naar bekijken bij de volgende. Ja, bij de volgende keer als we dit veld nu gedaan hebben, het is al bijna klaar, dus we kunnen dan wat geld krijgen we dan binnen. Ik heb eens gekeken naar de velden van circuit bieten, maar dat zijn er wel best wel veel tijd in besteed steken voor een ja, groeien moet. Kijk en ik lees op Instagram over mijn cadeautje dat ik kreeg van mijn ouders. We zijn bijna klaar met de missie, dat is mooi. Nu gaan we kijken hoeveel geld we verdiend hebben. Waarschijnlijk veel, waarschijnlijk iets van 2000 ja, tot 3000 euro. Iets van 8 ton, 2800, nee toch niet. 7. Dus 2827. Oké, 7000. Die heb ik al dan toch? Die moet niet aan worden toch? Nee. Maar ik kan niet kijken hoeveel geld waar dat is. 29.000 is nog best wel veel geld. Ja, best wel veel geld nog.
Geen idee als, als dat nog zal veranderd worden. Oh, die is al zover. Oké, mooi. Je ziet ook al ver hoe dat eruit ziet van donker naar licht, of van licht naar donker. We gaan nu wachten tot wanneer dat veld gedaan is. Ik had gedacht om nog een veld, ja, wat een missie te doen of welk veld, ik weet het zelf niet, misschien veld 18. 2000 van Maya King. 2050, 2001. Ik ga die Dutch pakken dan. Maar is die erop staat. Ik vind dat ook de motoren van bepaalde Tigers veel anders zijn in 2015. Vind ik toch? Zijn veel beter dan die van 2015, vind ik. Veel beter zelfs. Echt wel leuk om motoren dat er precies in zitten. Heel leuk om mee te werken, vind ik. Heel mooi. Zo zijn we naar half van de cirkel zelf. Dat is prima prestatie dat we nu al leveren. Altijd die binnenkomen stromen door missies te doen. Maar als het veld 26 doen, gaan wij massa's heenkomen door het verkopen van koolzaad. Dus ik ga nu laten wachten wanneer dat die nu rol precies gedaan is met wiet, ja, het wiet van de onkruid. Ik heb ook gisteren Infinity Warfare uitgespeeld op de Xbox One. Niet video maken, maar gewoon offline. Dat doe ik niet echt veel als video maken. Ik weet zelf niet hoe het precies werkt. Eigenlijk. Echt wel mooi geluid van die Dutch. Bij mij mochten dat ook gedaan op 2015 nog. Ik ga om 3 uur naar de fitness straks met de fiets. Met een gezond. Ik ga wel nog kleden. Dan ja, ga ik wel eerst naar de video renderen wanneer dat precies online komt. Oké, dat is ook weer gedaan. Hier ben ik wel iets meer dan deze 400 of zoiets. 94, 2994 precies, is 10.000 euro, oké. Okay. Kijk waar die New Holland zit, die Holland zit al daar, dat is nou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alleen nog. Ik ga wel een tijd wat sneller zetten, ga ik wel doen. Dat kan binnen groeien. Je ziet wat hoe ver dat je al zit. Je dat zo is bemest als je zo merkt. Ik ga die CPU pakken en ik ga het veld
15, 14 laten inzaaien eigenlijk. Met iets van tarwe of zo of gerst. Maar we hebben wel geen staffatie meer hè, van die producten eigenlijk. Het zou best zijn dat ik het een paar ga kopen, want we hebben toch geld genoeg op dit moment. Ik ga misschien hier in insteken of in proppen. Maar hebben wij wel een oprapen door een frontlader? Ik denk van niet. Dus ik ga de tijd en bij deze hier, als dat precies wel werd. Nee, dit is niet. Ook niet. Hier en heb niks. Kunnen ze met deze trekker als frontlader als aan de trekker? Zijn in het probleem. Dan moeten we wel precies al op een andere manier bedenken hoe wij het precies kunnen doen. Dat doe ik deze keer weer iets met gewoon kopen als zaad. En dan de volgende keer, de afvolgende aflevering, waarschijnlijk op zoek gaan, ja, gaan paletten gaan kopen voor die zaad eigenlijk. Tijden voor de andere. Ja, ik ga gewoon daarbij pakken. Die is bijna klaar. Maar ik ga wel bij deze aflevering laten van vandaag. Ik zal morgen of vanavond nog een keer op deze profiel op die saving komen. En ja, zo goed mogelijk om dat verder te raken. Of klaar te raken met deze missie dat ik gedaan. Nou, dat is een missie, dat is gewoon een opdracht dat we moeten doen. Of werkje dat moet ik doen op de boerderij, snap je? En dan ga ik het laten groeien. En dan kunnen we dan bij de volgende aflevering, waarschijnlijk morgen, we kunnen koolzaad kunnen oosten en wegdoen of verkopen bij een bepaalde plaats waar we het meest aan geld kunnen verdienen. Bij de Denton Bakkerij, die is best 1015 euro, kunnen we best verdienen. Ook bij de andere kan ik hard zien. Misschien kan ook sojabonen oftewel zonnebloempje doen. Ja, dat is ook best goedkoop. Ze zijn gewoon mogen aan het stijgen. Dus ik ga het laten bij deze video. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Dit is al een korte aflevering waarschijnlijk. Vergeet geen blauw duimpje achter te laten. En dan zien we elkaar weer terug bij een nieuwe video morgen. Namelijk oftewel in de avond toe om 8 uur. En dan spreken we later.